Wat krijg je als je een beveiligingscamera aan een setje lampen vastplakt? Inderdaad, goed geraden, een floodlight cam. Dan heb je dus een beveiligingscamera die nog beter dan een gewone beveiligingscamera alles in het donker op video vast kan leggen. Hoi, hier David van Bright. Vandaag test ik de Nest Cam met floodlight. Floodlight cams zijn eigenlijk gewone beveiligingscamera's voor buiten, waar ze een paar schijnwerpers aan bevestigd hebben met een hoger prijskaartje. Die lampen hebben extra bewegingssensoren ingebouwd en als die beweging in bijvoorbeeld je tuin waarnemen, dan gaan die lampen aan en dan wordt de omgeving helemaal in het licht gezet. Floodlight cams zijn handig. Als je 's avonds thuis komt, dan wordt de tuin bijvoorbeeld bijgeschenen en dan kan je goed het paadje zien naar de achterdeur. En met een floodlight cam kan je het werk van de inbreker en de dieven ook wel eens moeilijk maken. Want die willen natuurlijk niet in de schijnwerpers aan de slag. Althans, dat hoop je. En doen ze dat toch, dan worden ze in geuren en kleuren vastgelegd op video. Vrijwel iedere camfabrikant die wil een graantje meepikken van deze markt van de floodlight cams. En denk dan aan merken zoals Euvi, Arlo en Ring. En nu ook Google met deze Nest Cam met floodlight. Maar hoe verhoudt deze zich tot de concurrentie? In grote lijnen is dit dezelfde magnetische Nest Cam met batterij die Google onlangs heeft uitgebracht. Maar het verschil is dat je deze hele unit wel op het lichtnet moet aansluiten om de lampen van stroom te voorzien. Deze Nest Cam heeft dus ook een accu ingebouwd, maar je hoeft hem niet om de zoveel maanden eraf te halen om op te laden. Hij zit namelijk gewoon permanent met een kabeltje aan de lamp bevestigd en die lamp wordt natuurlijk gewoon via het lichtnet van stroom voorzien en die laat gewoon continu die accu op. Betekent trouwens wel dat het wat meer werk is om deze floodlight cam te installeren. Je moet immers draden gaan trekken om hem van stroom te voorzien. En dat betekent al snel dat je gaten in de muur van bijvoorbeeld je schuur of het huis moet boren om die draden te kunnen trekken. Als je handig bent, doe je dat zelf. En als je niet handig bent, dan is dat een leuk klusje voor een klusjesman. Heel moeilijk is het niet, maar het gaat je zeker een paar uur kosten. De Nest Cam heeft zo'n beetje alle specs die je van een moderne beveiligingscamera mag verwachten. Hij ondersteunt 1080p HD video, hij heeft HDR en hij heeft nachtvisie. En 1080p is voor beveiligingsdoeleinden meer dan genoeg. Maar concurrenten zoals Euvi en Arlo, die neigen steeds vaker naar camera's met 2K resolutie. Hij biedt 6 keer zoom en hij heeft een gezichtsveld van 130 graden. Als ik heel eerlijk ben, heb ik liever een iets breder gezichtsveld. Dan kan ik bij mij in de achtertuin, bij mijn werkplaats, de trap ook in beeld brengen. En dan kom je al snel bij camera's zoals de Ring en de Arlo die een gezichtsveld hebben van 160 graden. De Nest Cam zelf heeft infraroodledjes ingebouwd en die kunnen onzichtbaar de omgeving tot op een afstand van 6 meter verlichten. Dat werkt prima. De cam en de lampen hebben hun eigen bewegingssensor. En die van de lamp, daarvan kan je de gevoeligheid instellen. Dat is verdraaid handig. Ik heb bijvoorbeeld de gevoeligheid van de bewegingssensor van de lampen heel laag gezet. En alleen als je grote objecten, bijvoorbeeld een mens of een dier, achter in de tuin waarneemt, dan gaan die lampen aan. Die van de cam is wat gevoeliger en als er 's nachts bijvoorbeeld een blaadje zo voor de camera dwarrelt, dan gaat de camera wel een video opnemen met nachtzicht, maar de lampen blijven uit. Net zoals bij de Nest doorbel die ik niet zo lang geleden testte, werken al die cams niet meer met de Nest app, maar tegenwoordig alleen nog maar met de Google Home app. Als je hem eenmaal hebt toegevoegd, dan verschijnt de Nest Cam met floodlight als twee verschillende apparaten. Enerzijds de Nest Cam, anderzijds de lampen. In de eerste instantie leek het me heel erg onhandig dat je dan twee apparaten in Google Home had. Maar eigenlijk is het juist handig, want ik kan meteen die lamp aan of uitzetten of de helderheid aanpassen. Ik hoef dus niet diep die camera-instellingen in om bijvoorbeeld de helderheid van die lampen aan te passen. Het zijn echt twee losse apparaten en dat geeft die naam ook heel duidelijk aan. Nest Cam met floodlight. Deze twee lampen leveren tot 2400 lumens en dat is een flinke smak licht. Het is in elk geval meer dan de Ring floodlight en ook iets meer dan de Arlo die op batterijen werkt. Daarentegen is het weer minder dan de Euvi, want die heeft maar liefst 3000 lumens.
De meeste extra features van deze Nest Cam zijn hetzelfde als die van de Nest Doorbell. Zonder abonnement kan je tot 3 uur videogebeurtenissen terugkijken. Krijg je notificaties als de camera bewegingen waarneemt van mensen, dieren, voertuigen en andere bewegingen. En je kunt activiteitszones aanmaken. Over activiteitszones gesproken, je kunt er meerdere aanmaken. En die kunnen allemaal hun eigen instellingen hebben. Bijvoorbeeld, jij woont aan een weg en je hebt een redelijk grote voortuin en je hebt een oprit. Dan kan je 1 zone voor de weg aanmaken en als er dan een voertuig langskomt, dan wil je juist geen videoopname of een notificatie. Maar als er een voertuig jouw oprit oprijdt, dan heb je daarvoor een andere activiteitszone en die gaat juist wel een notificatie sturen en een video opnemen. Al deze bewegingen worden vrij snel geanalyseerd door de ingebouwde machine learning chip die Google ook bij de doorbel al introduceerde. En de videoopnames worden versleuteld naar de cloud gestuurd. Dat klinkt allemaal leuk en aardig dat je zonder abonnementen bijvoorbeeld tot 3 uur videogebeurtenissen terug kan kijken. Maar dat is hetzelfde verhaal als bij die doorbel. Het is eigenlijk een beetje verwarrend. 3 uur videogebeurtenissen betekent dat je video's kan terugkijken die tot 3 uur geleden zijn opgenomen. Dus als 5 uur geleden iemand inbrak, ja, dan kan je die video's niet meer terugkijken. Wil je je huis dus serieus beveiligen, dan zit je al snel vast aan zo'n Nestaware abonnement. En dat gaat je minimaal €5 per maand kosten. En voor die €5 krijg je videocloud opslag en kan je tot 30 dagen die video's terugkijken. En je krijgt automatische gezichtsherkenning. Met automatische gezichtsherkenning kan je het systeem trainen om jouw gezinsleden bijvoorbeeld te herkennen. En dan krijg je niet van die onnodige notificaties iedere dag, omdat je partner of je kinderen thuiskomen. Die Nestaware abonnementen zijn overigens wel een stuk duurder dan de concurrentie zoals die van Ring en Arlo. Daar krijg je 30 dagen videogebeurtenissen voor €3 per maand. En in het geval van de Eufy Floodlight Cam 2 Pro heb je zelfs eigenlijk niet eens een abonnement nodig, want die heeft 8 gigabyte aan intern geheugen waar die de video's kan opslaan. Op zich is Google's Nest Cam met Floodlight een prima beveiligingscamera en de lampen zijn ook uitstekend. Maar de prijs is gewoon een beetje aan de hoge kant. Hij kost namelijk €299,99. De concurrenten bieden namelijk soortgelijke features en soms zelfs meer, zoals ondersteuning voor Apple's HomeKit, Alexa en vaak ook nog eens tegen een lagere prijs. Kortom, als ik bijvoorbeeld zelf een Floodlight Cam zou overwegen, dan zou ik zeker naar die Eufy Floodlight Cam 2 Pro gaan kijken. Die kost namelijk ook €299. Die werkt zelfs zonder abonnement en hij heeft een 360 graden camera. De kracht van de Nest Cams is echter wel de ingebouwde intelligentie die heel erg goed onderscheid kan maken tussen mensen, dieren, voertuigen en andere objecten. Heb je dus al Nest Cams of een doorbel met een Nestaware abonnement, dan zou ik zeer zeker voor deze Floodlight kiezen. Want dan blijf je lekker in Google's nest. Nou ben ik nog op zoek naar een veel goedkopere Floodlight Cam die even goed werkt. Weet je er een? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef een lel op die bel als je een notificatie wil zodra er een nieuwe Bright video verschijnt.